In de keuken in Hoge Zwaluwe werd wekenlang geoefend en ook gisteren werd er gebakken. Op dit moment staat er wat over was van een eerder baksel. Dus nog wat soezen die ik eerder gemaakt heb. Geen lullig koekje op tafel, maar een zelfgemaakte aardbeiensoes. Als vrouw en kinderen samen met Evert naar de eerder opgenomen finale kijken. Ik kende het natuurlijk al, ik wist de uitslag uiteraard. Het waren zijn dochters die Evert pushten om mee te doen. Ja, die meiden bleef maar zeggen dat ik het moest doen. Dus ja, ik dacht kwijtschelijk, ik geef me gewoon op. Heel Holland Bakt is de televisiehit van deze zomer. En Evert bereikte samen met Narcis en Rutger de finale. Ja, gooi wel bij elkaar. Man. De Brabander was niet de favoriet, want soms te nonchalant. Ja, zo ben ik. Ja. En ja, dat ik niet zo precies wil, ja, ik kan er niks aan doen. Dus, ik ben nou helemaal zo. Ze moeten je nemen zoals je bent. Precies, ja. Maar er was niet alleen kritiek. Echt gewoon, ja. Niet zo erover. Wow. Hier moet ik het recept van hebben, alsjeblieft. Het mocht uiteindelijk niet baten, want Rutger won. Ja, dat wisten we eigenlijk van het begin dat de beste was. Ja. Die jongen is zo gedreven, zo precies en zo... Je kunt er ook mee leven. Je kan er heel goed mee leven, ja hoor. Ja, ja, ja. De beste heeft gewonnen. De beste heeft gewonnen. Rutger mag dan de beste zijn. Het lekkerst vinden ze in Hoge Zwaluwe, het gebak van Evert. Ja, daar gaat het om. De smaak is altijd heel erg goed bij Evert. Dus dat, En u kunt het weten. Zoals je ziet, wij kunnen het heel goed weten, alle twee.